Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, handelsdelegatie Marubenu Itochu toont interesse in Surinaamse olie- en gassector. Regering bespreekt herziening, inning nieuwe grondhuur en erfpachttarieven. Diaspora Seminar 2.0 moet leiden tot actieplannen diaspora beleid. Een topdelegatie van het Marubeni Itochu conglomeraat heeft tijdens een ontmoeting met president Santokki haar voornemens uitgesproken om te investeren in de ontwikkeling van de Surinaamse olie- en gassector. Het staatshoofd instrueerde het Suriname Investment Trade Agency, CITA, om de delegatie verder te begeleiden na het verkennend gesprek met de president. Er zullen diverse vervolggesprekken worden georganiseerd voor de handelsdelegatie met lokale overheids- en particuliere actoren. The meeting was with the president and the foreign minister and the CETA, the investment arm. So our intention was to understand what are the investment opportunities here in Suriname, and present our expertise to see where it fits. So it was a great meeting with all the dignitaries. And the next steps for us is to meet individually with the government entities that would be part of that those initiatives that we want to take. Mainly, our expertise is oil and gas and energy, but it can extend into various different areas of logistics, management of supply chain. That is industry agnostic, so it can go on various different industries and support the local economy and their local growth. Mainly because it is at the verge of growth. We see this, that it is going to be, in the near future, it's going to have rapid growth, and we want to be the first ones to be aligned with the government and with the country. So right now, as President had suggested, to explore various different areas of growth. So we have a few days that we will be working with the local authorities to identify areas where we can grow. But our intention is to make an investment and partner with the government. De herziening van de inning van de nieuwe grondhuur- en erfpachttarieven zijn besproken tijdens de regeringsvergadering op 14 februari 2024. In het kader van inkomstenverwerving zijn de vastgestelde tarieven voor grondgebruik vorig jaar aangepast, terwijl scholen, sociale, culturele instellingen, begraafplaatsen en sportfaciliteiten een sociaal tarief zullen betalen. Het streven is om de nieuwe procedures zo eenvoudig mogelijk te implementeren en tegelijkertijd aantrekkelijk te maken voor alle belanghebbenden. De instructies voor de uitvoering van de vernieuwde inningsprocedure voor erfpacht en grondhuur zullen komende week worden verzonden. De exacte tarieven voor verschillende toepassingen zullen nogmaals gezamenlijk met de nieuwe inningsprocedure worden bekendgemaakt. Het succesvol verloop van grondconversie, erfpacht en grondhuurinning zal niet alleen leiden tot voldoende inkomsten voor de staat, maar ook de middelen verschaffen voor de uitvoering van diverse sociale programma's. Het Diaspora Instituut Nederland organiseert samen met Tapto Groep NV het Diaspora Seminar 2.0.
Het heeft als doel om de bouwstenen voor een diaspora engagement policy, welke tijdens het seminar van vorig jaar zijn gevormd, uit te werken en om te zetten in concrete actieplannen. Vandaag, 16 februari, is het seminar Winawang 2.0 geopend in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het seminar gaat vandaag over de 10 bouwstenen die wij de vorige seminar Winawang 1.0 hebben opgehaald. En vandaag hebben we met ongeveer 80 man 2 bouwstenen daarvan opgehaald en gezegd van die gaan we concretiseren. De ene is de Homecoming Summit en de andere is natuurlijk de One Window. Dus echt één loket om alle zaken te regelen. Dat gaan we vandaag concretiseren. En om eerlijk te zijn heb ik al nu prachtige dingen gehoord. Wij hebben mensen van de verschillende ministeries die hier zo zijn. En al het belangrijkste om te noemen is de volgende generatie. We hebben studenten, masterstudenten van de universiteit die hier met ons gaan meedenken om concrete plannen te maken. We hebben mensen van het bedrijfsleven, we hebben vakbondsleden, we hebben diaspora. We hebben eigenlijk een breed samenstelling van de hele samenleving bij ons. Het doel van deze seminar is dat we eigenlijk met zo'n concreet plan komen dat we binnen 3 maanden het moeten kunnen uitvoeren. Dus ik heb gevraagd naar een soort direct uitvoerbare plan. Ja, het is meer dan noodzakelijk. Deze vraag is eigenlijk 40 jaar te laat. Sinds de 1975 zijn we onafhankelijk geweest. Er hebben nooit nagedacht, wat gaan wij met onze broeders en zusters die niet in Suriname wonen doen? Welk beleid gaan we maken? En daarom ben ik blij dat deze regering het heeft opgepakt. En wat de minister van Buitenlandse Zaken allemaal geregeld heeft om dit zover te krijgen. Mijn complimenten daarvoor. Maar in ieder geval, het wordt tijd dat wij de diaspora nauw betrekken. Ik heb het net ook al aangegeven in mijn inleiding op verschillende manieren, want we hebben ook verschillende diaspora. Het gaat om cultuur, sport, financiële investeerders. Het gaat om kennis, kunde. Het gaat om human capital. We weten dat onze instituten versterkt moeten worden. We weten dat er capaciteitsproblemen hebben. Waarom niet iemand die de samenleving al kent, dus de diaspora, om mee te helpen ontwikkelen? Er zijn 2 groepen vandaag inderdaad. De ene gaat het hebben over de Homecoming Summit. Ik heb het net ook weer aangegeven. De hele wereld heeft al een diaspora Homecoming Summit. Vooral in de Diaspora Week. Waar alle diaspora overal in de wereld op één moment samen in Suriname zijn. Om met elkaar te praten. Maar ook desnoods een boom planten mag voor mij. Of op de onafhankelijkheidsplein iets groots organiseren. Een loket of een lokaal schoonmaken. Het maakt niet uit wat het is. Maar dat we gezamenlijk als Winawang samen met elkaar iets achterlaten. Ik noem het giving back. Teruggeven wat we allemaal hebben. Want op vakantie komt diaspora. Maar de ene is econoom. De andere is hoofdagent. De andere is inspecteur. Als we een beetje daarvan teruggeven. Dan hebben we al meegeholpen aan het ontwikkelen van Suriname. En de tweede gaat natuurlijk over wat iedereen al roept. Het gaat om de PSA. Het gaat om hoe je kan zeggen, ik wil de diaspora hebben, ik wil investeerders hebben, maar wat is er geregeld? Hoe kan het, en dan geef ik een voorbeeld van mijzelf, hoe kan ik dat ik een visum moet aanvragen en ik moet 6 verschillende plaatsen gaan, 9 verschillende mensen en als ik eenmaal een visum heb, moet ik het nog in 2 fouten uitprinten. Daar zijn de dingen die we over na moeten denken. Als we zeggen, we willen beleid maken om het aantrekkelijk te maken voor investeerders en voor diaspora om mee te helpen, dan moeten we de infrastructuur ook klaar hebben. En daarover gaan de groepjes vandaag nadenken. En wat ik vandaag heb gehoord, heb ik alle vertrouwen in dat het goed komt. Het vervolgtraject is dat het geïmplementeerd gaat worden. Want ik heb ook we praten te veel. We zijn te veel met elkaar bezig om theorieën en beschouwend naar elkaar te kijken. En te kijken wie heeft het goed gedaan en wie doet het beter. Amukba, Asari. Wat we vandaag gaan doen, is dat wij nu gaan komen met de change. Wij gaan komen met de oplossing. Wij gaan een panklare project neerleggen, dat het gewoon geïmplementeerd kan worden. En dan heb ik het over uren, mensen, waar het gaat, hoe het moet. Moet er een instituut komen? Waar moet het onder vallen? Ik heb al leuke voorstellen gehoord, dus ik ben benieuwd wat eruit komt. De verwachtingen heel hoog, dat de Surinamers en de diaspora samen gaan werken.
En dat er meer vertrouwen komt. Dat er meer vertrouwen komt, zodat we daadwerkelijk dat van bijvoorbeeld het diaspora loket en homecoming summit, dat we samen dat doen. Dus tussen de Surinamers en de diaspora. Wij noemen het zo, diaspora loket, een single point of entry. Het liggende bedoeling dat de diaspora, wanneer ze komen en enkele documenten in orde moeten krijgen, dat ze diverse plaatsen moeten lopen. En u weet het zelf, als er een stempel in het paspoort moet, dan moet men ergens anders betalen en ergens andere stempel gaan halen. Dat willen we in één brengen, op één locatie brengen. Ja, dus alles moet centraal gebeuren. Dat is het eigenlijk. Hun rol is natuurlijk om te brainstormen, om nu de bouwsteen die er zijn, concreet met een visie, met een duidelijke visie, een duidelijke roadmap ontwikkelen daarvoor, zodat we gericht werken. Wat willen we precies? Wanneer willen we het precies? Met wie willen we het precies? Wat, wie, hoe, wanneer? Dus al deze vragen moeten ze vandaag beantwoorden. Er komt een verslag uit. Wij gaan daarna weer met elkaar samen zitten. We gaan evalueren, kijken wat de volgende stap wordt. Natuurlijk is het, zoals ik heb aangegeven aan het begin, er komt een concreet actieplan. Nu moeten we gaan kijken, hoe gaan we het uitvoeren? Wanneer gaan we daarmee beginnen? Ja, dus alle stakeholders, iedereen, elke instantie die betrokken moet worden, zullen we zeker contacten hiervoor. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Een fijn weekend toegewenst. Goedenavond.